Contactcafé, een programma met en met mensen aan tafel praten over sport, spel, bezigheden, leuke dingen die mensen doen. In dit geval gaan we het hebben over de gezondheidsrace 3.0. Gast aan tafel, Anja van den Elzen van Harmonie in Sicilia, Wilma van Beek, tafeltennisvereniging ATTC, Aan Rikstel, Marco de Beer. Beste voetbalvereniging, denk ik, van Laarbeek, Eli. Ja, zeker. Nou ja, oké, daar kunnen we straks nog over hebben. Nou, en Henry Bouwmans. Ja, van de Zonnebloem, de tweede beste voetbalvereniging. Zonnebloem, de oudste vereniging. Ja. Henry, we gaan even met jou beginnen, even een vraagje. Want gezondheidsgeest is destijds ontstaan. Je bent een van de grondleggers. Ja. Hoe kwamen jullie op het idee om een gezondheidsgeest te doen? Nou, gezondheidsrace bestaat weer een jaar of 5, 6, jij weet als geen ander. En dat was eigenlijk wel heel mooi. Wij werden uitgedaagd door de gemeente om iets te verzinnen op het gebied van gezondheid. Ja, jij zegt wij, wie wij? Alle burgers van Laarbeek eigenlijk. Die zaten hier toen in het ontmoetingscentrum. Er zat Jan Dekkers, die kennen jullie allemaal wel uit de Aalrikstoel. En ik zei, kijk, we zaten in een werkgroepje. En toen moesten we een idee verzinnen. Hoe kunnen mensen nou prikkelen om iets voor gezondheid te doen? En toen... Ja, toen kregen wij eigenlijk het lumineuze idee om een soort afvalrace te doen. He, dus mensen laten afvallen op een gezonde en een mooie manier. En dat is langzaam een race geworden die wij de mensen gezond konden leven. Dan moesten ze een wedstrijd doen. En dat is begonnen als een wedstrijd tussen de dorpen, zeg maar. Tussen Aalrikstel, Lisa, Mariehout en Beekendonk. En dat ging in het begin heel erg goed. En dat doen we nou denk ik voor het vierde of vijfde jaar. En toen was er iemand die zei van, we hebben dit nou voor dorpen gedaan. Het is eigenlijk ook wel leuk om verenigingen tegen elkaar aan het werk te zetten. Dus mensen prikkelen tot een gezonder gedrag. Mensen bij elkaar brengen, maar ook een gezonde levensstijl op een of andere manier pretenderen. En zorgen dat hij gewoon op een of andere manier in Laarbeek landt. Ja. Ja. Dat is een vogelvlucht, maar dat is veel meer gebeurd. Nee, dat weet ik wel, maar goed, dat is op zich niks. Ja. Marco, even aan jou, want Eli doet deze keer voor de eerste keer mee. Hè? Ja. Maar jullie bewogen mee te doen? Ja, vooral dus opengesteld werd ik voor verenigingen. En ik denk als grootste vereniging denk ik van Lieshout in ieder geval actief te gaan deelnemen aan die race. En vooral te zorgen, en dat is de activiteit die we dan ook straks aan het einde gaan organiseren, mensen actief te krijgen. Ja. Dus het kader vooral, de term gezondheid vinden we wel belangrijk. Ja. Dan gaan we even naar de andere kant, Anja. Jullie met de Harmonie. Hun zitten in de sport bijvoorbeeld, jullie muziek. En waar zijn jullie bewogen mee te doen? Nou, gezondheid is niet alleen maar sport, maar gezondheid is ook geestelijke gezondheid. Hè? En muziek maken, gezellig met elkaar zijn, dat heeft ook wel degelijk met gezondheid te maken. Dus als je geestelijk niet gezond bent, dan is je lichaam vaak ook niet gezond. Dus muziek, dat denk ik wel dat een hele goede... bezigheid is. En wij zijn met Harmonie Sint Cecilia uit Lieshout ook heel veel op straat. Dus wij zijn heel actief met op straat musiceren, zeg maar. Ja, dat is wel mooi. Maar krijg je dan ook extra mensen op de straat? Als jullie door de straat lopen, zijn er dan ook meer... Nou, ik merk wel dat heel veel mensen die er wel waarderen dat wij op straat zijn. Ja. Er zijn ook wel ooit mensen die vragen ook serenades aan, zelf. Kijk. Ja. Maar dat kan ook. Ja, dat kan allemaal. Dat kan allemaal. Dat mooi. Ja. Dat was leuk. Wilma, ben jullie bewogen mee te doen met de tafeltennis? We hebben vorig jaar ook al een keer meegedaan. Ja. En dat was goed bevallen. En daarom doen we dit jaar weer mee. Ja, dat is mooi. Nou, we hebben een beetje een nieuwe opzet. Hè? Want wat moet je eigenlijk precies doen, Marco? Wat moeten we nou precies doen? Waar eist eigenlijk, of wat wil de gezondheidsgeest? Ja, het is eigenlijk drie opdrachten, denk ik dan eigenlijk maar. Het is elkaars activiteiten beoordelen. Dat is een onderdeel van de gezondheidsrace. Het is als club zelf iets organiseren. Dus één activiteit voor jezelf organiseren. En er is de uitdaging neergelegd. We zijn in twee pools verdeeld. Eén pool met vier, zoals we hier bij elkaar zitten. En een andere pool met drie andere clubs daarin. En we een gezamenlijke activiteit te organiseren. Ja. Die uitdaging hebben we gekregen. Okay, dat is wel mooi. Die eerste activiteit, jij zegt straks op het eind van het jaar gaan we nog iets doen, met z'n allen, is dat alleen voor Eli? Nee, wat we in juni gaan doen is de activiteit die Eli zelf gaat organiseren. Ja. Wat we gaan doen is een walk-in voetbaltoernooi organiseren. Walk-in voetbal is nog niet in onze gemeente, maar we willen daar de start aan geven, zeg maar. Maar is de bedoeling dat heel Laarbeek daar aan meedoet? Het is uiteindelijk de bedoeling dat in eerste instantie gewoon de mensen zich aanmelden voor die dag, dat ze meedoen, maar eigenlijk wel het enthousiasme dusdanig gaat worden dat we eigenlijk in alle kernen walk in voetbal gaan krijgen. Okay. Dat is wel de uitdaging die we hebben. Ja. De Zonnebloem, wat gaan jullie doen?
Wij hebben iets geprobeerd, weet je wel. We hebben geprobeerd om mensen samen te laten koken voor elkaar. Dat Masterchef idee, dat was toen ook op de televisie. En hebben we geprobeerd om in de wintermaand te organiseren. Want wij willen het echt een beetje voor de ouderen doen. Wij willen echt de 70-plussers een beetje bij de gezondheidsrace betrekken. En wij wilden gewoon mensen voor elkaar laten koken. Mensen bij elkaar laten komen dan gezonde maaltijden. Maar ik denk dat ons foutje is geweest dat we het wilden laten beoordelen. Het Masterchef idee, Marie Hout had al ooit gedaan. En wij wilden dat ook doen, maar mensen zijn op een of andere manier toch dat beoordelen, dat was het niet. Wel voor elkaar koken. En Jo van Uden bijvoorbeeld heeft dat nou toch gedaan. Dat vind ik prachtig, hè? Die hebben een aantal vrijgezelle mannen uitgenodigd. Ja, ja. En goed, maar wij gaan nou happen en stappen in Mariehout. Dan gaan we op 22 april, tweede paasdag doen. En dat doen we, ja, dan mogen we een soort sightseeing van Mariehout. Dan gaan we door het park wandelen met iets oudere mensen. Dan gaan we op de trimbaan in Mariehout. En dan krijgen mensen op 5 plekken een gezonde hap aangeboden. Dat is 22 april. En het mooie is dat wij allemaal, zoals wij hier bij elkaar zitten, we hebben allemaal zo'n leuke andere activiteiten. Dus we zien gezondheid en bij elkaar komen allemaal op een andere manier. En dat werkt toch wel mooi. Maar op die tweede paasdag alleen mensen vanaf een bepaalde leeftijd? Of ja, is iedereen? Ja, wij zetten in op 70 plus. En dat doen wij omdat volgens mij de badmintonvereniging of ATCC, die op 14 april doen die ook, maar dat zal Wilma dadelijk wel vertellen, die doen op 14 april ook een soort speurtocht. En wij moesten even kijken, want al heel veel activiteiten zijn in maart tot en met juni, omdat dan goed weer is. Ja. Dus wij hebben met hun overeenkomen dat wij de iets oudere leeftijd, dus we gaan 70 plus zeg maar bevruchten en die dag, bevruchten dat klinkt zo heel zwaar, maar goed, dan gaan we in ieder geval proberen die mensen naar ons toe te trekken, maar dan mogen natuurlijk ook wel kinderen meedoen, maar we willen niet aan de activiteit van de ATCC komen. ATCC, ja. Wilma? Wij gaan sportief door Aleriksen. We hebben een tocht uitgezet en dan mogen wandelen, we fietsen? Wandelen, maar onderweg sportieve dingen doen. Oké. Okay. Ja, nou, ik... Maar niet alles verklappen. Nee, ik mag niet alles verklappen. Klein beetje toch, wel een klein beetje. Ja, bijvoorbeeld bij het fitnesscentrum mogen ze iets doen. Bij de kiosk worden activiteiten, bij de Blauwe Schut wordt iets gedaan. Zo maken wij onze ronde. Ja, ja, ja. Ja. En ja, maar misschien is het een grapje, dat weet ik niet. Maar bij Van Dijk ook nog even... Nee, dat kunnen we daarna nog doen. Even gezond wat bier drinken, want er is niks mis meer. Nee, maar we proberen wel dus de mensen om vooral te wandelen. We hebben dat vorig jaar meegemaakt met kinderen. De kinderen vinden dat superleuk. Dus we doen ook nog voor de kinderen een andere quizvragen of zo. Dus die kinderen onderweg maar meer bezig zijn. Ja. Want dat is wel belangrijk. Dat is mooi dat je dat zegt. Maar als we nou even terug gaan naar vorig jaar dan, hè. De gezondheidsrace, mensen achter de computer uit, achter de ramen uit, bewegen. Ja. Hartstikke mooi. Maar hoeveel mensen hadden jullie op de been vorig jaar? Ik dacht iets van 200 of zo. Nou, dat is wel een mooie. Is dat mooi, hè? Dat is een keigaaf. Ja, het was superleuk. Het was echt geen denderend weer, want dat is ook nog belangrijk. Ja. Maar de mensen vonden het allemaal gewoon superleuk. Ja, maar ik hoor mensen wel eens ooit zeggen, het is weer eens afhankelijk. Ja, is vaak ook. Maar dan hoor ik toch dat het weer niet echt is zoals je denkt, van had gehoopt waarschijnlijk. En dan toch 200 man. Ja, maar het was gewoon, we hadden ook de activiteiten binnen, bijvoorbeeld bij Petit Fritsen, bij de Heem, Kerelbergskerkje. Dus ook dat ze daar binnen iets konden doen. Ja, dat is wel belangrijk, want vooral als het ook eventueel slecht weer is. Ja. En dan, Anja, Sint-Cecilia. Ja. Ik durf het bijna niet te vragen, maar wat jullie doen? Wij gaan douwtrappen. Oh, voor de eerste keer? Nee, niet voor de eerste keer. Wij gaan de eerste zondag in mei gaan we douwtrappen. Dus, en de Harmonie van Bekenong doet ook mee. We hebben ook Aleriksen benaderd, maar om redenen konden die helaas niet aansluiten. Dus we gaan douwtrappen op de eerste zondag in mei. Kijk, en hoe moet ik dat zien dan, douwtrappen? Dan gaan we, helemaal precies programma, daar gaan we voor volgende week aan werken, maar om 6:00 is dat meestal, ja. Maar vertrekken jullie als twee armen niet tegelijkertijd of begint de ene helft een beetje? Dat is nog allemaal niet zo duidelijk. Ik denk dat we tegelijk vertrekken. We moeten de puntjes nog op de i zetten voor die dag zelf.
Ja, ik heb er wel een idee bij, hè? Denk zo een samenkomst op de Hartbrug of zo. En dan een potje bier erbij van een bekende brouwerij. Ja, ja. En wat pannenkoek van de zonnebloem. En dat vind ik zo mooi, want hun hebben doodtrappen. Dat is natuurlijk al een bestaande activiteit. Maar die verbrezen tot de andere harmonie. En die verbrezen tot heel veel... Mensen. Ze hebben allemaal leuke ideeën. Ja, en ook veel mensen... eraan mee gaan doen, gewoon. Ja, dat hoop je, dat wilde. Nou ben je al die dingen aan het organiseren. Daar ben je van alle kanten mee bezig, hè, jullie op je eigen manier. Maar hoe vind je dat om dat te doen? Ja, ik vind dat wel leuk. Ik doe dat, dat heb ik altijd graag gedaan, een beetje organiseren. Dus, En Wilma, voor jullie? Ja, het is gewoon bij elkaar zitten en door het praten komen er gewoon mijn ideeën. Ja. Dat vind ik wel belangrijk, want ik heb mijn carnavalskleren nog niet opgeruimd, want die heb ik nog nodig. Ja, dat nog niet. Dan moeten we nog even... spannend. Dus. Ja, leuk. Maar hoeveel mensen zitten dan in een clubje, team? Nou, gewoon gezinnen mogen gewoon meedoen. Nee, maar ik bedoel, maar hoeveel mensen kunnen je... Met vijven. Okay. Dus we moeten dan wel hulp inroepen bij onderdelen of zo, dan moeten we dus andere leden vragen. Ja. Maar je ziet wel binnen de club dat het lekker werkt. Je moet maar mensen vragen en... Maar je moet ze vaak wel vragen. Dat is eigenlijk overal bij alle verenigingen. Je moet ze persoonlijk benaderen. Ja, nou kun je dan die dagen? Ja, oké. Okay. Dus dat blijkt dat het beter werkt persoonlijk vragen dan bijvoorbeeld een mailtje? Of... Ja, zonder meer. Dat zal bij jullie ook zo zijn. Dat is zeker zo. Dat is eigenlijk de enige manier die werkt. En als je een bericht op de website zet of je stuurt een app rond, of, dan reageert eigenlijk niemand op. Nee. Dus ze weten wel dat iets is, maar op het moment dat ze vraagt, dan weten ze er dus wel van. Dan zeggen ze, dan doe ik wel mee. Ja, dat is wel mooi. Ja. Hoeveel man zitten jullie in walking voetbal clubje? Dat doen we op dit moment met z'n tweeën. Oeh. Ja. En wij zijn overal aan het rondvragen en we hebben op 28 maart onze eerste bijeenkomst. We hebben namelijk op 24 maart eerst een andere activiteit en op 28 maart schakelen we dan meteen door. Okay. En dan gaan we waarschijnlijk op 15 of 16 juni, een van die twee dagen gaat het worden, dan gaat het walk-in voetbal evenement plaatsvinden. Kijk, dat is wel heel mooi. Maar doet Bekendonk dat ook niet? Bekendonk hebben ze walk-in voetbal, maar dat is eigenlijk los van Sparta 25. Oh, zo. Je hebt die dingen gedaan met de kerst, hè? Je hebt die markt al gedaan. Kerstmarkt, ja. Bekendonk gedaan. Voor de gezondheidsreis. Maar hoeveel mensen hebben jullie het organiseren? Ik ben wel trots om dat te vertellen. Wij zitten met vieren zitten in een werkgroep. Wij zijn maar een heel klein club. We hebben 40 gasten en we hebben 23 vrijwilligers. Dus de zonde is eigenlijk helemaal niet zo groot. Maar van die 23 vrijwilligers hebben we er vier. Die zitten echt in een werkgroep gezondheidsreis, noemen wij dat dan. En wij zijn er heel eerlijk in, en hun ook, wij doen ook een stukje mee. Wij krijgen niet zoveel gemeentelijke subsidie. Dus wij moeten ook dingen doen om wat meer geld in het plaatje te krijgen. En dat vind ik van de gemeente eigenlijk heel goed. Die prikkelen, wij krijgen best een leuk bedrag om mee te doen. Maar we hebben tegen onze vrijwilligers ook gezegd, beste mensen, ik moet wij nog laten zien. Ja. En dadelijk gaan we het over 24 maart hebben. Al onze vrijwilligers doen die 24e maart, doen gewoon allemaal mee. Omdat wij gezegd hebben, hé, we moeten ook wel wat terug doen. Want we krijgen wat, we moeten ook terug doen. Met vier man zitten wij in de commissie. Sjan, Willemien, Otschet en ik zitten gek. En dat werkt echt perfect. En als je dan bij ons vraagt, wij doen bijvoorbeeld daar pannenkoeken bakken. En dan zeg ik, we doen pannenkoeken bakken. En dan staan er meteen een aantal dames op en die gaan dan pannenkoeken bakken. Dat vind ik prachtig. Ja, ja. Ja, zo werkt dat. Maar ik denk dat het bij alle verenigingen, maar ik moet ze vooral vragen. Nee, maar dat blijkt dus wel dat dat goed werkt. Wij hebben dus heel veel verschillende geledingen, hè. Jeugd en volwassenen en op verschillende avonden. Het is bijna nooit dat die allemaal bij elkaar zijn. Dus we hebben. Maar hoe benaderen jullie ze dan? Ja, wij gaan op de bok. Bij de harmonie. We hebben dus om de hele groep te benaderen, hebben wij de bok van de dirigent. En dan kan je daar na de repetitie kun je daarop. Plaatsnemen en dan kun je het hele orkest of de hele groep aanspreken. Dus wij noemen dat we op de bok gaan. Hè? Ja. Oh, mooi. Dus, misschien nog een idee voor jullie om de bok te gaan. Ik zie het al zo. De hele wedstrijd van. Dan mag we daar op de bok spreken. Van jongens, de volgende week moeten we winnen en niet meer 6-0 verliezen. Dat willen we niet elke week hebben. Ja, mooi. Dan gaan we zoetjes naar 24 maart. Ik heb begrepen, je moet een activiteit voor wijgen doen als eigen club. We noemen dat La Beek Breed, hè, dat Jan en allemaal mee kan doen. Hè. Ja. Het liefst in allerlei leeftijden. Maar vanuit de gezondheidsgeest, heb ik net begrepen, kwam ook een opdracht, zeg maar, vier verschillende verenigingen bij elkaar. Gewoon iets bedenken met elkaar en iets maken. Ja,
En bij jullie wordt dat Anja 24 maart. 24 maart, ja. Kijk, nou, dan gaan we even terug, want de eerste keer dat je bij elkaar komt, wat gebeurt er dan? Nou, wij hadden dus allemaal al over nagedacht wat we zouden kunnen doen, want we zijn vier totaal verschillende groepen. Clubs, een zonnebloem en een Elie met heel veel jeugd en een tafeltennis en een harmonie. Nou, wat moet je dan met z'n vier gaan doen? Dus we hadden allemaal al wat ideeën in onze gedachten. En toen kwam iemand van ATTC, die kwam eigenlijk op het idee van, is het niks om zwerfvuil op te gaan ruimen? Want die kwam toen ergens langs gereden en toen lag er zoveel. Die dacht, nou, dat kan toch niet? Nou, en toen hebben we eigenlijk al onze eigen plannen aan de kant gelegd. Dat was het idee. Welk idee hadden jullie dan? Wij hadden iets met dansen. Wij wilden iets met muziek, toch? Omdat wij harmonie zijn en wij wilden iets met dansen. Maar dat is helemaal niet meer ter sprake gekomen, want we waren nog niet aan de beurt geweest. Maar meteen was dat goed, zwerfvuil. Mooi idee. Marco, welk idee hadden jullie? Ja. Oorspronkelijk. Het oorspronkelijke idee? Ja, voor ik zou het al niet meer weten, want we waren meteen heel enthousiast. We waren heel enthousiast, want er werd aan het begin van de vergadering meteen ingebracht. En we hebben het eigenlijk meteen omarmd. Dat is een schitterend idee. Ja, wij begonnen voor, wij wilden klootschieten. Wij wilden klootschieten. Dat was heel mooi op onze vrijwilligers. Klootschieten, dan ga je dus een belletje achterna in de bossen. En wij dachten het heel enthousiast te brengen, want toen kwam Astrid volgens mij van het idee. En toen hield dat meteen. Ja. En zo leuk, wij hadden meteen een soort, hoe heet het, synergie. Ja. De harmonie, de ATCC en Eli en wij met de oude van de zonnebloem, zeg maar. Ons clubje, dat klopte meteen. En het idee kwam niet van Astrid, maar van iemand anders. Astrid, je was de vertegenwoordiger. Maar die is ook zo gruwelijk fanatiek. Maar nou begrijp ik wel, dat vind ik ook heel mooi om te horen, dat jullie als vier totaal vreemde verenigingen, zeg maar. Hè? Ieder met zijn eigen disciplines. Ja. Toch eigenlijk binnen een half uur de neus dezelfde kant op krijgt. Het klikte ook meteen. Ja. Het klikte ook meteen en het meteen begon het te rollen. Hè? Ja, meteen allemaal ideeën erbij. Dan gaan we dit doen. En we hebben allemaal onze connecties, dus het was ook heel makkelijk. Van dan gaan we dit doen en dan en die kan die vragen. En er zaten ook bij van een gezondheidsregio, moet ik zeggen, van een stuurgroep. Die gaven ook een aantal mooie tips. Dat werkt. En het klopte gewoon. Het ging gewoon heel gemakkelijk. Maar dadelijk is het 24 maart. Hè? Die voorbereidingen die zijn nagenoeg klaar, neem ik aan. Hè? Want, het uur nadert. U nadert, dat is eigenlijk goed. Ja. Hoe zijn de rollen een beetje verdeeld dan, Anja? Nou, wij moeten eigenlijk eerst vertellen hoe we de dag in gaan delen eigenlijk. Vertellen wat je wilt. Dat kan ook. Ja, want anders als ik ga vertellen wat de harmonie gaat doen, dan klinkt dat ook zo raar. Ik bedoel de rollen van... Wie van jullie in een werkgroep, er moet van alles gebeuren, zegt Henry. Hè? Ja, iedereen die waar ze goed in zijn en waar ze de connecties hebben liggen, die heeft daar opgepakt vind ik. Ja. En dat werkt dus, dan ook wel? Dat werkte heel goed. Gewoon vanuit het eigen netwerk, huppakee. Nou, hoe simpel kan het werken, zullen ze zeggen. Ja, eigenlijk was het zo, het idee kwam van hun. Toen kwam de harmonie, we doen een muziektoetje, zeg maar. Eli zei meteen, we hebben een locatie, een kantine waar het kan. En wij hebben toevallig oudere mensen die heel goed pannenkoeken kunnen bakken. Dus en zo smeerde dat eigenlijk tot een leuk... Dat werkte gewoon op een of andere manier heel mooi. En om dan precies uit te leggen, wij willen op die 24e, willen wij vanuit elke kern van Laarbeek, wij komen zelf uit Lieshout, Mariahout en Aanreekstoel, maar we willen ook Beek en Donk erbij doen. En dan willen we vanuit vijf locaties, ik noem ze maar even, dat vinden jullie wel goed. Piet van Tielplein, daar willen we starten. Elke keer om 10:30 op zondag. Piet van Tielplein, het Heuvelplein starten we, de Kerk in Mariahout, ATCC Sporthal, Jan van Rikselstraat in Aanreekstoel en in Lieshout bij de kiosk. Nou, één van ons, en dat vond ik ook zo mooi, dat hebben we afgelopen week nog bepaald. Van Eli gaan er twee mensen in Beek en Donk zijn. Die zijn op het Heuvelplein en Piet van Tielplein. En die zorgen dat ze er om 9:45 zijn om mensen te ontvangen. Want deze uitzendingen willen wij ook gebruiken om iedereen van Laarbeek op te roepen om mee vuil te komen ruimen. Dus 9:45, 10:30 op die vijf locaties. Anja die zit bij een locatie. Ik meen de, Sjan in ieder geval in Mariahout.
En dan ben ik even de naam kwijt. Oh, en Johan. Johan doet het vanuit, Johan Heurtel, die doet het vanuit Aalrikstoel. En wij roepen gewoon mensen vanuit Laarbeek op. Beste mensen, kom ons meehelpen. Wij als vereniging, we hebben elkaar gevonden. Maar sluit bij ons aan. En dan gaan we vanuit die plekken in die gemeenschappen, zeg maar. Vanuit Lieshout, vanuit Mariehout, vanuit Aalen en vanuit Beekendonk. Komen dan naar de molen uit de Vogelenzang. En dan staat de harmonie klaar. En dan gaan we, maar ja, dan heb ik te veel gezegd. Dan gaan wij met z'n allen vuilruimen naar de locatie toe. En dan hou ik op. Ja, maar even stil zijn, ja. Want dan staat de harmonie klaar. Dan staat de harmonie klaar. Waar staat die? Om 1 uur, op 24 maart dan. Om 1 uur staat de harmonie klaar bij Molen de Vogelenzang. Hè, bij Sanders. En dan komt de burgemeester. Ja. Hè. En de wethouders, en hopen we allemaal. De wethouders hebben we allemaal wel uitgenodigd, ja. En dan willen we als één grote stoet willen we dan naar de Elievelden trekken. En bij de Elievelden daar staat een vuilniswagen om al ons vuil daar in te storten en te droppen. Dan kunnen we ook zien wat we opgehaald hebben die dag. En dan heeft Henry met de zonnebloem, die hebben streuf. Dan streuf, streuf, streuf gebakken. En koffie en thee. En koffie, thee en voor de kinderen nog granja. Dus, en muziek van jullie en muziek van de harmonie. Ja, ja, dus mooi. Het is ook belangrijk dat de kinderen meelopen, want kinderen vinden het superleuk, want ik doe het ooit met mijn kleinkinderen. Ik heb ook zo'n grijpot, hè? Ja, keimooi wel. Want dat is natuurlijk de volgende vraag van mensen die komen. Moeten ze iets meebrengen of zo? Ik zou nog niks mee te nemen, want we hebben eigenlijk vooral vanuit de gemeente ook heel veel medewerking gekregen en ook heel veel materiaal gekregen. Dus er zijn hesjes, handschoenen, grijpers, die hebben we allemaal. Maar ja, handschoenen of zo, dat zou toch best slim zijn, want ik stel voor de mensen zelf. Gewoon vanuit huis meenemen misschien? Nee, we hebben van de gemeente, die heeft ons echt fantastisch gesteund. En we hebben dozen met kindermaat handschoenen, dus... fantastisch. Ja. En hesjes, kinderhesjes. Dus het moet wel allemaal veilig gebeuren. Ja, dat vinden we heel belangrijk. Ja, ik vind het ook belangrijk dat we dat noemen, dat de gemeente ons zo goed... Mensen mopperen wel eens ooit op de gemeente, maar echt één telefoontje was genoeg. Ja. En dan moest je kijken waar wij voor spul gekregen hebben. En dan komt een vuilniswagen op de zondag. Hè. Een vuilnisman met een vuilniswagen, die komt speciaal omdat wij dit idee hebben. En ik denk ook wel dat wij de stuurgroep gewoon geprikkeld hebben. Maar het was vanaf het eerste moment klikte het. En we hebben alle medewerking gekregen. En we hopen gewoon dat heel veel Laarbekenaren gewoon mee gaan doen. Ja, Laarbeek is de groenste gemeente. Maar we maken er ook gewoon de schoonste gemeente van. Ja, want er ligt... We hebben de mond Er ligt ook veel op straat. Ja, Wilma, vertel eens. Als je met de kleinkinderen rondgaat... Als je nou bij ons in de Dorpsstraat ziet van na de carnaval... Vroeger werd het de gemeente opgeveegd. Nu niet. En als je ziet wat er ligt. Ja. Maar ook vaak een weekend van stappen. Daar ligt blikjes vooral door jeugd. Hè? Blikjes. Nou, en dat moet toch opgeraapt worden. Maar mensen denken, oh, ik loop het voorbij. Ja. Het is ook een bewustwording. Hè? Want hoe vaak zien jullie dat mensen met een auto rijden en dan gooien ze gewoon zo uit de raam. Afritten, rotondes. Ja, dat is toch zo'n zonde. En we willen die jeugd, daar ben ik wel met jou eens, we moeten ook de jeugd prikkelen, dat die ook mee gaan helpen en mee gaan doen. Hè? Want je kunt wel staken met z'n allen dat je een duurzamere samenleving wilt, maar als je een zooi maakt met z'n allen, dan... Ja, Astrid die zit er nou niet bij, maar die is zo fanatiek, die had hele plastic dingen en weet niet wat ze allemaal bij, hè? Om mensen te confronteren met het feit, als we er zelf een zooi van maken, dan kun je ook niet fijn leven. Ja, maar ook als het schoon is, dan wil het ook schoon houden. Ja, oké, ja. En, maar is het dan echt zo van veiligheid komt veiligheid? Ja, of meer dat denk ik wel. Ja. Ik denk als het schoon is, dan raapt ook eerder dingen op. Maar nou, want dat vind ik eigenlijk wel mooi. De routes bijvoorbeeld, hè, want ik hoor rotondes en ik hoor allerlei... maar schooljeugd volgens mij, hè, want we betrekken jeugd zoveel mogelijk bij het schoonhouden van de wereld, zeg maar. Hè, vind ik een prachtig initiatief. Ja. Alleen als ik ga wandelen en ik loop best veel, dan loop ik ook wel eens op plekken waar schooljeugd fietst. Ja. En dan doet het me toch wel ooit pijn, eerlijkheid. Dan zakken we de box af. Kunnen we daar nog iets aan doen of zo? Ik denk het niet. Die jeugd kun je niet betrekken, denk ik. Nee. Maar wat we wel kunnen is natuurlijk zorgen dat er die zondag hier ook al veel jeugd meedoen. Ja. Dat is in ieder geval zien wat er allemaal ligt. En in ieder geval maar hoe doe je dat binnen Eli dan? Met wat we doen is ook daar persoonlijk gaan benaderen.
Ja, ja. We hebben een tweesplits natuurlijk tussen de senioren die dan niet meer actief zijn, want op zondagmorgen moeten ze natuurlijk voetballen. Ja. Maar er zijn ook een heleboel die niet meer op voetbal op zondagmorgen, die we in ieder geval enthousiast gaan krijgen om mee te gaan helpen. Maar het is vooral de kinderen die we echt persoonlijk gaan benaderen per team om te zorgen dat er ook jeugd bij de kiosken eigenlijk maar nou binnen de club, zal ik maar eens even zeggen, hè? Want ik bedoel, er worden ijsjes gegeten en frikadellen en weet ik wel allemaal. Ja. Er moet er toch ook iets voor. Hoe doe je dat binnen de club? Nou, bij de club. Bij de club word je steeds meer bewust van de materialen die je inkoopt. Ja, ja. Die mannen met een ijsko. Ja. Nou, nee, ik denk als je rondkijkt op het voetbalveld, dat het allemaal vrij netjes eruit ziet. Ja, dan kan ik een beetje doen, zo is moeilijk om dat liedje te doen. Nee, maar er staan ook voldoende vuilnisbakken zeg maar, overal. Ja, ja. Zijn dat is wel belangrijk. Die worden goed Dat is wel mooi, hè? Dat is wel mooi om te vertellen. Dennis Verrossen, die ken ik denk ik wel. Die is leraar op commandant. Ik heb het trouwens nog niet met jullie gedeeld. Die belde de gemeente op. Die wilde iets met de jeugd. Van de commanderij, dat is een 13, 14, 15, commanderij van 13 tot 15 jaar. En die wilde op 19, en die wilde op ook een zwerfvuldag organiseren. Ik zeg, sluiten wij maar bij ons aan. Maar voor een school is dat bijna onmogelijk op zondag iets te organiseren. Dus die gaan er hoogstwaarschijnlijk op 19 april op een vrijdag. Maar dan gaan ze wel, die hebben van mij een hoop tips gekregen en weet ik wat. Die gaan op 19 april met de jeugd ook zo'n dag organiseren. Mooi. Maar dat is wel wat we nodig hebben. Hè. Want dat is wel de landelijke zwerfvuilopruimdag is volgens mij 23 maart. Maar dan zaten we erg moeilijk met de jeugd van Eli, want die zitten met de competitie. Of nou 3 of de 24 is, als laatste. En daarom hebben we 24 gekozen. Enig even de routes, hè, want mensen kunnen dus op een plein om pakken bij het 9:45 verzamelen. 9:45, half 11 vertrek, 9:45, dan staat er iemand van ons op. Ja. Met de materialen en zo bij elkaar. Ja. En een aanhanger. Want als we dan bevallen, we beginnen op Piet Vertielplein en dan de route naar... Als we met Piet Vertielplein dan lopen we eigenlijk gewoon vanaf Piet Vertielplein eigenlijk richting de Herendijk. Ja. Dus je gaat eigenlijk een gedeelte door het centrum van Beekenonk, Piet Vertielplein zelf. Van de donker zelf. En dan ga je dus eigenlijk richting de Herendijk en over de Herendijk richting Molen-Volenzang. Dat is eigenlijk die route. Okay. Als Marco dan ziet dat we maar 5 cent hebben, gewoon een voorbeeldje, dan lopen we een simpele route. Als we dadelijk bij Marco 25 cent, dan pakken we natuurlijk andere straten. Dan pakken we de schoolstraat erbij, dan pakken we de kapelstraat erbij. Maar dat geldt dus eigenlijk voor elke straat. Ja. Hoe meer mensen daarbij hebben, dan zijn die coördinator eigenlijk om ons verspreiden. Want we hebben materialen genoeg om op te ruimen. Ja. Nou, vanuit Mariehout kan op 4 manieren bij de molen komen. Nou, als wij heel veel mensen in Mariehout hebben, dan kunnen we 4 routes doen. Komen er daar maar 3 mensen op af, dan hebben we maar 1 route. Want we moeten zo om 1 uur bij de molen zijn. Ja, hè? Dat is het belangrijkste. We hebben de tijd mooi, in de gaten. Maar mooi, want is natuurlijk, als ze daar allemaal aankomen bij Eli, dan is het natuurlijk zaak tegen daar gewoon 400 streuven. Zeg ja, we gingen uit van 250. Maar als er meer zijn, dan is het op. En Marco die zorgt altijd dat er gezonde hapjes in de kantine zijn. Ja, dus wat dat betreft, die moeten ze wel betalen. Ja. We krijgen een aantal dingen kunnen wij zelf doen als vereniging. Ja. Dat doen we ook. Ja. Maar we hopen gewoon heel veel mensen meedoen. Maar je snapt wel, onze mensen kunnen heel hard bakken, maar 400 pannenkoeken bakken in een uur, dat is toch wel heel veel. Maar denk het is 250 is al 250 is ons, hebben we gedaan. Dat is al het mooiste. Ik zou fijn vinden als het 250 cent, toch? Nou. Ja, net. Ja, we laten daar een streven hebben. Nou, hebben deze dan de oproep? Toch een heel Laarbeek mensen komen alsjeblieft. Echt spannend als ik op die kiosk hoeveel dat er komen. Ja. Want we hebben een keer gehad met de wandelvierdaagse, krijgen ze ook pakjes drinken. Oh, ja. Toen hebben we een keer mijn kleinkind een leeg pakje in de sloot gegooid. Mijn andere zoon die bij de gemeente werkt, bij Laarbeek. Oh, ja, ja. Die is zo kwaad geworden, ik weet zeker dat ze nooit meer zal doen. Okay. Die is de zo hard aangepakt dat ze nooit meer iets weg zal gooien. En dat is dan het mooiste eigenlijk wat je mee kunt maken. Hè? Dat de ouders of ooms of tantes, oma's de kinderen eigenlijk een beetje sturen voor de toekomst. Ja. En hoe belangrijk het is. Ja. Nou, maar het is ook, maar opa's en oma's die is toch ook leuk om mee te lopen met de kleinkinderen. Ja. Hè? Wethouders hebben opgeroepen, ook allemaal vanuit 1 punt. We hopen dat dat lukt. Hè? Ook een wethouder vanuit 1 van de kernen mee gaat lopen. De burgemeester is zo gecharmeerd van wat we gaan doen. Die gaat een speech doen. Alle mensen bedanken. We hebben een heleboel producten van ik ben schoon en weet ik wat. Dus mensen krijgen nog een kleinigheidje van ons aangeboden. Waar wij ook allemaal gekregen hebben van... Ja, van de gemeente. Van de gemeente. Dus we hopen gewoon op veel mensen. Maar we zien het wel. Ja, net.
helaas, we moeten het hier belaten. Maar het is wel bijzonder interessant. We konden wel eigenlijk nog wel een nieuwe dag. Ja, ja, ja. Ja, gezondheidsrace 3.0. Op zich al een mooi evenement, denk ik, binnen Laarbeek. 24 maart natuurlijk het meest succesvolle evenement, zou ik bijna zeggen. Laarbeek Scon. Hoe mooi kan het zijn? Ja. Anja, Wilma, Marco en Henry, bedankt voor dit gesprek. Toi toi. En we zien elkaar de 24e. Ik wil één ding zeggen. De reclame maken. Dat is ook heel belangrijk. Hoe krijgen we de mensen een mooi Laarbeek? Daarom zitten we nou hier bij elkaar, toch? Alles. Ja. Maar dat is vaak het moeilijkste. Ik denk, je wilt jouw man die groeten doen. Nog. Nee, nee. Maar de jeugd, die leest niet meer. Nee. Ja. Maar, dat en de, dan maar de reclame is heel belangrijk. Ja, ja. Facebook. Maar die ook, dan ben ik blij dat we hier zitten. Ja, ja. Nou, contactcafé, het zit erop. Ja. Jammer. Succes. Ja. Veel plezier. Dankjewel. Tot de 24e. Dankjewel. Ajuus. Ja.